Welkom bij het proces voor het zelfvervangen van onderdelen. In deze video geven we een aantal tips die u zullen helpen als u zelf een onderdeel wilt vervangen. Zorg er eerst voor dat uw werkplaats opgeruimd is. Voordat u aan het apparaat begint te werken, moet u de stroomkabel loskoppelen van het stopcontact. Haal het reserveonderdeel niet uit de antistatische zak, maar bewaar het in de zak totdat u het reserveonderdeel eruit haalt. Zorg ervoor dat er een goede aarding is voordat u de reserveonderdelen in de antistatische zak aanraakt, zodat de elektrostatische ontlading het onderdeel niet beschadigt. U kunt de juiste aarding verkrijgen door een correct aangesloten antistatische armband te gebruiken of door 2 seconden lang een aardingspen aan te raken op het stopcontact, als dit in uw land mogelijk is. U kunt eventueel ook een ander stuk metaal aanraken. Dit moet ongeverfd zijn en in uw directe omgeving in verbinding staan met de aarde. Bijvoorbeeld een ongelakt deel van een metalen apparaat zoals een afwasmachine, een wasmachine of de scharnieren van een koelkast. Controleer nogmaals of u geaard bent voordat u de behuizing van uw laptop opent, om schade aan de elektrische componenten binnen in de laptop te voorkomen. Plaats het defecte onderdeel onmiddellijk in de antistatische zak. Bekijk ook andere supportvideo's op youtube.com/hpsupport. De volgende richtlijnen gelden alleen voor onderdelen die kunnen worden geretourneerd. Als het defecte onderdeel volgens uw retourinstructies niet kan worden geretourneerd, gooi het defecte onderdeel dan op een correcte manier weg. Wanneer de installatie is voltooid, moet u het oude onderdeel verpakken en terugsturen naar HP. Gebruik het retouretiket in het plastic zakje dat zich aan de buitenkant van de originele doos bevindt waarin het vervangingsonderdeel werd verzonden. Als het retouretiket ontbreekt, neemt u contact op met HP Support voor hulp. Lees de retourinstructies zorgvuldig en kleef een retourlabel van de vervoerder over het originele verzendlabel. U kunt telefonisch contact opnemen met een vervoerder, online een ophaling plannen of het onderdeel, indien beschikbaar, afgeven bij een afleverpunt van de vervoerder. Kort samengevat, zorg ervoor dat de stroomkabel losgekoppeld is van het stopcontact. Haal het vervangingsonderdeel pas uit de antistatische zak als u het onderdeel gaat vervangen. Zorg ervoor dat u voor en tijdens het vervangingsproces geaard bent met behulp van een van de eerder genoemde methoden. En lees aandachtig de retourinstructies die te vinden zijn in een plastic zakje aan de zijkant van de doos, om te weten hoe u het defecte reserveonderdeel moet terugsturen. Als u deze richtlijnen goed opvolgt, zal de vervanging vlot verlopen.